Daily Minutes nummer 1508 met een uitzending voor vandaag 27 december 2018. Dus het bulletin van donderdag. Gisteren was er geen uitzending. Ik ga zo nog uitgebreid verder op de data in. In elk geval hebben we vandaag meerdere foto's met DRM. Die kun je ontvangen met het programma QSS-TV, maar ook met EasyPal en waarschijnlijk met WinDRM. En er bestaan nog meer programma's voor. Even wat korte dienstmededelingen. Korte nieuwsmededelingen. Ik heb besloten om het in één keer in te spreken, dus ik haal geen fouten eruit. De situatie rond de vulkaan Anak Krakatau in Indonesië is behoorlijk ernstig. Op 22 december veroorzaakte de vulkaan een tsunami, waarbij waarschijnlijk 400 mensen omkwamen en zo'n 1500 gewond raken. Vanaf 27 december lijkt de situatie zich nog te verergeren met evacuaties en een omleiding van alle vliegverkeer in de regio om problemen door as in de motoren te voorkomen. Orari, de Indonesische amateurvereniging die bij IARU is aangesloten, heeft noodverkeersnetten op HF en op een repeater op VHF. Op HF is de frequentie voor hulpverlening 7110 kHz, 7110 kHz. De kans is niet zo heel groot dat verkeer hier vandaan het verkeer daar zal storen, maar je weet het nooit. Dus je kan, als je kan, vermijd deze frequentie dan 7110 kHz. Daarnaast wordt de Lapan A2-satelliet, Indonesië en Oscar 86, de microsatelliet gebruikt voor noodverkeer. De repeater in deze satelliet heeft een uplink van 145.88 met 88,5 CTCSS en een downlink van 435.88 voor FM dus. En daarnaast een APRS-transponder op 145.825 die waarschijnlijk ook gebruikt wordt. Deze satelliet mag, zolang de hulpverlening duurt, in het geheel niet voor niet-noodverkeer worden gebruikt. Ja, dan kun je momenteel het CQPA van december downloaden vanaf www.vrza.nl. Ik weet niet hoe lang dat nog kan. Ja, en dan over de data. Toen ik vorige week met NBTV, Narrowband TV, aan het experimenteren was, toen liep ik daar een beetje mee vast. Ja, dan kun je beter even wat anders gaan doen. En vrij impulsief besloot ik een paar dagen geleden, toen dat dus niet ging, vlak voor de uitzending, om een keer met DRM iets te doen. Een jaar of wat geleden las ik in QST daarover een artikel waarin een aanbeveling stond voor het Amerikaanse ARIS, een organisatie die hier DARIS heet, om alle documenten op de korte golf te versturen via DRM, omdat dat zo goed ging. Ik heb er via PI2NOS een enkele keer mee geëxperimenteerd, maar veel mensen liepen toch op tegen de extra software die geïnstalleerd moest worden en ten behoeve van de eenvoud heb ik me toen weer opnieuw op SSTV toegelegd. De eerste testjes met DRM die gingen van de week onverwacht goed. In de tijd op PI2NOS had ik nog niet deze versie van QSS-TV, misschien dat het daarom wel niet goed ging. Maar de resultaten zijn hier fantastisch. Het is snel en de resolutie is groot. Vrijwel zeker zend ik komend weekend in Slow Scan Radio ook twee DRM-afbeeldingen uit, om te zien hoe dat via de korte golf gaat. Overigens hoorde ik van Bernard dat hij de afbeelding ook kan ontvangen met het programma EasyPal, een Windows-programma dus. Het resultaat zag er daarvan prima uit. Ik denk dat WinDRM ook zal werken. En ik weet dat er nog zeker twee andere programma's bestaan die deze vorm van DRM ook ondersteunen. Ik ga trouwens nog wel verder met de NBTV-experimenten, de korte filmpjes die je via een audiokanaal kunt versturen. Er zijn daar een paar opties. Er bestaat heel wat software voor. Die is alleen niet allemaal geschikt. Ik denk de meeste niet voor het automatisch combineren van filmpjes of van beelden tot filmpjes. Zodat ik zelf daar iets voor elkaar moet maken. Misschien via scripting of met het programmeren in Python om de reekse beeldjes te automatiseren. Een andere mogelijkheid is om Murray en de anderen in Nieuw-Zeeland te raadplegen over de problemen die we hebben. Mogelijk is de software al vrij oud en kunnen zij een nieuwe compile maken voor ons op een moderne Windows-versie die wel goed werkt. Of misschien hebben ze een alternatief. Vandaag heb ik vier afbeeldingen in DRM. De kleinste eerst, de laatste is ongeveer zo groot als de DRM-afbeelding van gisteren. Het zijn overigens allemaal eigen foto's dit keer. Ja, en dan nog iets anders. Zoals waarschijnlijk bekend presenteer ik op de Mighty KBC een kort nieuwsbulletin in het Engels. Misschien leuk om er daarvan een paar van de afgelopen tijd te laten horen. De berichtjes zijn dus niet helemaal actueel en ze zijn in het Engels dus. Hier volgen er twee van de afgelopen twee maanden. This is Peter John with the DX Headlines. Australian Labour Party Federal Labour commits itself that when elected during next year's election, they will commit $2 million to ABC to help them bring back Australian shortwave services for the Northern Territory.
Australian public broadcaster ABC pulled the plug on their shortwave service in January 2017, stating it saves 1.9 million of taxpayers' money and the measure would affect only a very small amount of people. After that, the measure led to lots of anger and heavy criticism with the inhabitants of the region and from organisations like the Northern Territory Cattlemen's Association and the Northern Territory Seafood Council. Northern Australia is very sparsely populated and non-urban areas are not covered by mobile data or even FM and AM radio stations. Shortwave stations disappear almost everywhere except for some regions as for example Africa and India where it still is thriving. The Northern Territory in Australia is much different from these regions. The area is roughly 5.5 times as big as the state of Texas, with only 246,000 people living there, 2/3 of which are living in the capital city of Darwin. This was Peter John for the DX Headlines on the mighty KBC. This is Peter John with the DX Headlines. Radio amateurs have been involved in satellites since the early 60s. Amateurs launched their own satellite only a few years after the Russian Sputnik made its rounds. This bulletin was made on Wednesday, but if everything goes right, on Thursday another milestone in amateur radio space communications will be launched, the first geostationary ham radio satellite, SHIL 2. The ham radio payload shares the same satellite with a satellite for commercial use of the Qatar Satellite Company, also known as SHILSAT. SHIL 2, that has a planned launch window on Thursday, November 15, is an initiative of SHILSAT, the Qatar Amateur Radio Society and ALMSAT Germany. The satellite will be at a geostationary orbit around 26 degrees east. It will cover an area from Brazil to Thailand, including large parts of Europe. It's unlikely, however, that SHILSAT 2 will be accessible from North America, at least not with conventional amateur radio equipment for satellite communication. The amateur satellite will have both a narrowband and a wideband transponder with an uplink on 2400 MHz and downlink on 10 GHz in both cases. The narrowband transponder is for traditional ham radio traffic. The wideband transponder of 8 MHz bandwidth is for use with DVB-S TV signals by ham radio operators. The launch has been delayed for quite some time. Let's hope that by the time you hear this bulletin, the satellite will be firmly on its designated spot on the Van Allen belt, operating fine. This was Peter John for the DX Headlines on the mighty KBC. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
En microfoon naar retour.